Welkom bij het programma Generatiegesprekken, onderdeel van Black Achievement Month. En het thema van dit jaar van Black Achievement Month is verbonden generaties. Of zoals ik het zelf al de hele tijd noem, standing on the shoulders of giants. En daarom heb ik vandaag twee inspirerende duo's uitgenodigd. En waarmee we diep de kunsten in gaan duiken. Want we hebben namelijk Helen Kamperveen en Daniel Kolf, twee acteurs. En we hebben twee muzikanten en overigens soms ook acteurs, Jair en Glenn Faria, hier. En daarmee gaan we dus dat gesprek aan over die verschillende generaties. En hoe je met van elkaar leert, hoe je voortbouwt op waar de ander eigenlijk, nou ja, nog bezig is, niet gestopt is. Maar allereerst wil ik graag iemand naar voren vragen, waar die heel veel mensen op zijn schouders heeft staan. De leider, de creatief, inhoudelijk leider van de Black Achievement Month, John Leerdam. Artistiek leider, dat woord zocht ik. Welkom, John. Ik zou graag aan je willen vragen, waarom dit thema verbonden generaties? Goedenavond allereerst aan iedereen. En dit thema heb ik gekozen. Het is een team. We hebben een team. En dat team bestaat uit 5 personen. Een van de mensen die erin zit is Yvette Forster. Dat is Otmar Watson, Guus Schulting en Ronnie Rens. En 2 jaar geleden begon eigenlijk bij mij heel duidelijk de vraag, nadat ik naar verschillende activiteiten was geweest van verschillende jonge mensen, zwarte jonge mensen, die het steeds hadden over dat de generaties daarvoor eigenlijk nauwelijks iets hadden gedaan aan racisme of aan om het stokjes over te dragen of dat ze niet zo mondig zijn geweest. Toen ben ik begonnen met dingen op te zoeken. Maar wacht even, wat hoe voelde dat voor jou toen dat gezegd werd? Dat voelde... Ja, ik dacht, wat een kutzooi, sorry dat ik het woord zeg. Ik denk, dus ze moeten hun huiswerk gaan doen. Ik denk, kijk een stront hier. Die jonge mensen, je hebt zo gevochten, je hebt je nek uitgestoken, je bent bedreigd, allerlei toestanden. En dan gaan ze nu zeggen dat we er eigenlijk niks aan hebben gedaan. Maar toen in de tweede fase ging ik nadenken, hebben we het misschien niet goed genoeg overgedragen? Dat kan ook. Dus toen ben ik zelf research gaan doen. En toen ben ik ze natuurlijk gaan bestoken, wat ik soms in een bepaalde mood zit, dat ik dat doe. En ik ben ze informatie gaan sturen. Toen dacht ik, oké, we gaan niet slachtoffer zijn, we gaan niet aan de kant staan, we gaan er iets positiefs uithalen. En dat kwam op een gegeven moment toen ik naar een uitzending keek, volgens mij was dat toen Bert Tan, of in ieder geval, het was in ieder geval RTL. Het was na een grote demonstratie van Black Lives Matter in Amsterdam Zuidoost. En toen zag ik daar 3 of 4 zwarte mannen zitten aan tafel. En dat ging over die bijeenkomst in Zuidoost, die protestbijeenkomst, waar ik ook bij was. En ik dacht bij mezelf, dit is dus niet goed. Wat vond je er niet goed aan? Nou, het was niet afgestemd met elkaar. Iedereen ging daar zitten om hun eigen eiland, hun eigen verhaal te doen. En als je dan je slag wil slaan, en als je dan in ieder geval met elkaar gaat zeggen, we gaan binnen de zwarte gemeenschap gaan we de handen ineens slaan om te zorgen dat we iets gaan binnenharken, dan moeten er ook mensen zijn misschien die een paar van die jonge generaties coachen. En je moet in ieder geval met elkaar afstemmen, wat willen we hier uithalen? Je moet daar niet alleen maar gaan zitten voor jezelf, want dan gaat het niet werken. Dus toen heb ik het ingebracht in het team. En toen heb ik gezegd, ik zou willen dat we dit thema kiezen. Verbonden generaties. Want ik denk dat je daarmee ook laat zien dat het wel degelijk wordt overgedragen. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik heb heel veel neven en nichten. En ik neem ze dan mee, ik nodig ze uit. Maar een heleboel mensen probeer ik altijd mee te nemen aan allerlei dingen die ik doe. En het is niet alleen maar zwarte dingen, maar het is al van allerlei verschillende smaakjes weten waar je het over hebt. En weten dat je ook interesse hebt in andere culturen. Want dan vorm je ook je eigen culturen. Dus zodoende zijn we tot het idee gekomen. En ik vond het ook een mooi moment dit jaar, omdat ik dit jaar 60 zou worden. En ik kijk dan terug, wat heb ik allemaal gedaan? Wat heb ik allemaal voor elkaar gekregen? Ik heb 121 producties geregisseerd. En dan denk je, oké, als vanavond morgen ik opeens kom te overlijden, wat gaan ze van me zeggen? Dat ik leuk was, dat ik van eten hield, dat ik een grote buik had. Wat gaan ze eigenlijk van me zeggen? En toen dacht ik, het is tijd om de komende jaren dan extra nog me juist op dat punt te gaan focussen. En nog meer plekken en momenten te creëren voor de jongere generatie. En hun ook te laten zien dat, ja, we zijn er ook voor jullie. En misschien hebben jullie dat anders gevoeld, want dat kan, hè.
dat het zo in sommige mensen hun belevingswereld is. Waarom vind je is. Dat belangrijk? Dat ben ik, maar zo ben ik altijd geweest. Al vanaf de lagere school eigenlijk. Ik was niet voor niets al op de lagere school. Op een gegeven moment ook op de middelbare school was ik klasseoudste. En als er iets was in de klas dat niet ging, dan ging, stopte ik naar voren, had ik een grote mond. Ik organiseerde stakingen als we niet onze zin kregen. De docenten waren bang van me, want mijn mond was van peper. En zo was ik altijd. Dus het is het onderdeel, denk ik, ook van... Maar waarom vind je het specifiek belangrijk dat mensen weten... Ja, om het toch maar weer bij dat, die symbool op wiens schouders te staan? Omdat ik denk dat we dat allemaal nodig hebben ook. Het is ook voor je eigen, voor de emancipatieproces van de zwarte man of van de zwarte vrouw, is het van belang dat je ook weet dat je historisch besef hebt en dat je dat naast elkaar kan zetten. En dat je dan ook die stokjes kan overdragen. Want ik denk dat we niet elke keer bij nul hoeven te beginnen. En dat is ook niet zo. En ja, zo'n heel mooi moment was vorig jaar toen ik meneer Faria zag zingen samen met Yair. Hier in de Bali. Het was een heel raar jaar bij Black Achievement Month. En zij zongen een prachtig nummer. En dat nummer heeft me zo geraakt. En toen zei ik, nadat we klaar waren, zei ik gelijk tegen Yvette Forster, ik wil hun volgend jaar het campagnebeeld laten zijn van Black Achievement Month. Ja, zo gezegd, zo gedaan. En zo heb ik hun toen gevraagd om ook de opening te doen, om het beeld te zijn. Omdat ik hun het toonvoorbeeld vond van vader en zoon, een wat jongere, een jongere generatie en een wat oudere generatie. Verbonden generaties. Verbonden generaties. Dat vond ik, ik vond hun het symbool. Ja, dankjewel John Leerdam. Graag gedaan. En dan ja. Applaus. En dan wil ik nu naar voren vragen, allereerst Helen Kamperveen. Nog even alleen, ja. En ik ga heel even een beetje half op papier kijken, want in bio heb ik nogal ingekort. Want het is natuurlijk ongelooflijk veel jaren aan... Dat gaan we niet allemaal doen. Nee, dat gaan we dus niet allemaal doen, nee. Nou ja, Helen Kamperveen heeft een rijk theaterleven in zowel Nederland als Suriname. Ze speelde grote theaterproducties als Tramlijn Begeerte, De Meiden en De Koningin van Paramaribo. In 2017 richtte ze de jeugdtheaterschool op. In Paramaribo on stage. Ja, ze is de, ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar ze is de 70 gepasseerd, maar ze zit niet stil. Recentelijk speelde ze nog in Decemberdagen, onder andere op Oerol. Ook daar stonden generatiegesprekken centraal tussen moeder en haar twee volwassen dochters. En ze is ook als grootmoeder te zien in de succesvolle serie Oogappels. Welkom. En waar begon uw carrière? Zo. Uw theatercarrière? In Suriname. In 72 of 73. Met Land te Koop. Bij het Doe Theater. Daarmee is het begonnen. En hoe kwam u daar terecht? Ik was daar naar een voorstelling gaan kijken. Ik woonde er net weer. En ik was naar een voorstelling gaan kijken en ik vond het zo interessant wat die mensen deden. Ze maakten politiek kritisch, maar heel luchtig muziektheater. En toen dacht ik, dit is een goede manier om op een toegankelijke manier een bijdrage te leveren aan een land dat net na de onafhankelijkheid of de vlak voor, maar in ieder geval behoorlijk in turmoil was vanwege die onafhankelijkheid die eraan kwam. En ik vond het erg interessant om daar deel van uit te maken. Toen heb ik gewoon gevraagd, mag ik auditie doen? Je weet het nog. dat heb ik gedaan en ik ben meteen aangenomen. En dat is eigenlijk de start geweest van alles. En op welke manier kan theater dan op zo'n moment bijdragen aan een land? Op dat moment, theater draagt altijd bij aan maatschappelijke thema's als je ze op een goede manier op het toneel brengt. Sommige mensen hebben niets met politiek, maar als je het dan in die vorm brengt, met liedjes enzovoorts, dan is het toegankelijk en dan creëer je toch een soort bewustzijn onder de mensen wat er misschien, waarvan we hopen als acteurs of zangers, dat je een bijdrage levert aan die bewustwording. Ja. En als ik het goed heb, heeft hij toen 10 jaar in Suriname gewoond? Korter. Ik was erg onrustig. Dus binnen 3 jaar was ik alweer hier. Ik ben heel veel op en neer gegaan. En de laatste keer dat ik er was, heb ik er wel 18 jaar gewoond. Dat is vanaf 96 tot 2000,
13 of zo, ik weet het niet meer precies, maar ja. Behoorlijke tijd. Toen heb ik die school ook opgericht. Ja, daar wil ik zo meteen heen, als Daniel er ook bij komt. Mm-hmm. Maar eerst wil ik eigenlijk ook nog naar de periode toen u in Nederland zat in de jaren 80. Want dat was een periode het multicultureel theater opkwam. En kunt u ons meenemen naar die tijd? Wat was dat multicultureel theater? Het was een hele spannende tijd. Het was een tijd. Het begon voor mij. Ik kwam uit Suriname na een hele moeilijke periode in Suriname, na 82. En toen ging ik met Thea Doelwijd, die ook weggegaan was uit Suriname vanwege politieke toestanden, heb ik een voorstelling gemaakt. En op een van die voorstellingen ontmoette ik Rufus Collins. Rufus Collins was acteur geweest bij de Living Theater in Amerika. Hij had in Engeland het Zwarte Theater mede helpen opzetten en kwam hetzelfde doen in Amsterdam. Ja. En dat was meteen een goede klik. Ik heb als goed is er ook een foto van Rufus Collins. Oh, leuk. Die ik alvast even in de PowerPoint heb gezet, omdat ik dit niet mensen wilde ontzien, zeg maar. Oh, dat is hem, ja, met papegaai. Ja, fantastisch. En hoe kwam je daar terecht? Kan je dat nog herinneren, nou, hoe je daar terecht kwam? Hij zag mij spelen en toen vroeg hij me. En toen heb ik bij hem de hoofdrol gespeeld, Blanche Dubois, in Tremlijn Begeerte van Tennessee Williams. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik een groot stuk met een spanningsboog, weet je wel. Want wat ik deed daarvoor, dat was liedjes en sketches en zo. Dit was echt een dragende rol, waarin je meteen hele grote stappen maakt als je de juiste stappen neemt. Dus voor mij was dat een hele belangrijke periode met Rufus Collins. Daaruit vloeide weer voort John Leerdam, die op een gegeven moment afstudeerde en mij vroeg voor zijn afstudeerproductie. En toen daarna directeur werd van Cosmic. Dat was een zwart gezelschap, gesubsidieerd gezelschap, waar we heel veel voorstellingen hebben gemaakt en een heel eigen publiek hadden. Ik moet zeggen dat... Wat was dat publiek dan? Dat eigen publiek? Een zeer divers publiek dat je nergens anders in de theater zag. En dat publiek... Het is jammer dat Cosmic op een gegeven moment niet meer bestond, want dat publiek is toen ook weer uit elkaar gespat. Maar wat ik nu zie gebeuren, dat men ontzettend zijn best doet om in het reguliere theater diverser te gaan casten. Dat er ook prijzen gaan naar zwarte acteurs. Dat is iets waar ik heel blij om ben. Want in die tijd hebben we prachtige producties gemaakt waar de juiste mensen die je moet hebben voor dat soort erkenning nooit kwamen. Kan je dat uitleggen? Nee, ik kan niet uitleggen. Ik vond het heel vreemd. Ja. Maar hoe is het, denk je, gegaan van daar naar nu, zeg maar? Naar nu is het gegaan, denk ik, door Black Lives Matter. Doordat er nu iets is gebeurd. En ik denk ook dat de jonge mensen nu meer zijn opgegroeid met multiculturele vriendschappen. Dat denk ik dat het is. Ik werk veel met jonge mensen nu en ik moet zeggen dat ik heel veel gesprekken met ze heb die ik heel hoopgevend vind. Omdat ik vaak merk dat ook witte jonge mensen zoiets hebben van dat gaan we toch echt niet meer pikken. Die uitsluiting. En dat is wel heel recent, Black Lives Matter. Ik bedoel, Nederland is al langer multicultureel. Ja, maar daarom, het is maar liever laat dan nooit, hè? Het is ook heel recent. Ik bedoel, ik zie nu bij reclames dat ik denk van waar hebben jullie ze gevonden? Want ze slaan ons om de oren met ze. Dat vind ik prettig. Met wat? Wat voor reclame? Zwarte mensen in de reclame. Ik vind het goed. Ik vind het een goede ontwikkeling. Want ik heb er echt over nagedacht en toen dacht ik, ja, het is een beetje overkill, hè? Maar inmiddels denk ik, na zoveel jaren neglect, let's overkill it. Yes. Vind ik wel. Ja, en eventjes nog terug naar de jaren 80. Want er waren dus verschillende producties in dat multicultureel theater. Uh-huh. Werden er onderhanden genomen? Van alles. We hadden gewoon heel divers programma's. We hadden van alles. We speelden van alles.
We speelden van Antigone tot De Drie Zusters. Maar ook nieuwe stukken die werden geschreven. Bij John met name zijn er heel veel nieuw geschreven stukken op het toneel gebracht. Rufus kwam bijvoorbeeld met veel zwarte stukken uit Amerika. Ja, van alles eigenlijk. En er werd erg gezocht naar nieuw talent. Er was een festival bij Cosmic in jouw tijd, John. En dat heette Hollandse Nieuwe. En daarin kregen zeer diverse mensen de kans om stukken te schrijven, stukken te regisseren en erin te spelen. En dat was een hele spannende sfeer in de NES als het festival er stond. Kan je die sfeer omschrijven? Nou, we waren er nog niet. Ik wil graag erbij zijn. Die sfeer was gewoon, omdat het zo divers was, gewoon leuker. Want nog steeds als ik naar de Schouwburg ga, naar ITA, wat ik vaak doe, denk ik wel eens van, hoe krijg je dit voor elkaar? Dat ik daar als enige gekleurde persoon in die zaal zit. Dat het op de een of andere manier, ik weet niet wat het is, maar het lukt niet. Ja. Dus ik hoop dat met divers casten, uitbreiding van groepen, en het lukt bij sommige gezelschappen al behoorlijk, wat betreft het gezelschap, meer kleur geven. Maar of het lukt om het publiek ook, ik weet niet of we al zover zijn, dat het publiek daarmee ook heel erg divers wordt. Maar dat zal uiteindelijk wel gebeuren, denk ik. En mensen gaan natuurlijk kijken naar iets waarin ze zichzelf ook herkennen. Ja. Ja, toch? Ja. Dus. En voordat we Daniel erbij halen, wil ik eigenlijk nog naar één stuk nog uitlichten uit het verleden. De Meiden. Ja. Want daar kreeg je op een gegeven moment ook een grote rol. En dat was van het Nationaal Toneel of Theater. Nee, dat heet nu Theater, ja. Was dat... Wat was het verschil, zeg maar, om te spelen bij dat Multicultural Theater en daarna, zeg maar, zo'n grote rol te hebben bij het Nationaal Theater? Ja. Het was heel bijzonder, want het was natuurlijk een Genet, een belangrijk stuk. Echt een repertoirestuk. De Meiden van Genet is een fantastisch mooi stuk. Sherine Stroker, nu Weilen, die werd gevraagd door het theater om de Meiden te komen regisseren met twee van de topactrices van het gezelschap. Sherine, zelf half India's, die zei, ik ben niet zo geïnteresseerd om de zoveelste Meiden te maken met twee grote namen. Behalve als jullie het toestaan dat ik de Meiden regisseer en dat ik die zusters, want het gaat over twee zusters, twee dienstmeisjes die zussen zijn. Als je het thema groter maakt naar zusters, universeler. Annabel Blankers kreeg een rol en ze wilde mij daarnaast hebben. En daar hebben ze ja tegen gezegd. En ja, dat was toch wel een stap naar een heel ander soort theater. Maar wel heel belangrijk voor die tijd. Wat was daar anders aan? Nou ja, het was een wit bastion waar ze niet gewend waren überhaupt om te weten dat we er waren, laat staan, dat er een van ons daar stond te spelen in die tijd. En dat... En toen bleek dat gewoon de recensies, alles, iedereen vond het eigenlijk doodgewoon. Begrijp je? Mm-hmm. Het was voor mij spannend en voor hun misschien even spannend, maar het was... Voor het Nationaal Toneel was het ook spannend? Ja, het was best nieuw. Maar het was heel doodgewoon, de recensies. Iedereen, dat ging goed, werd gewoon goed geaccepteerd. Het werd ook geaccepteerd dat er een zus wit was en een ander zwart. Ja. Dat was ook geen probleem. Ja. Nee, het was toch wel een stap. Ik heb ook bij andere witte gezelschappen, bij het Oosten bijvoorbeeld, maar daar speelden we dan weer een stuk van Astrid Roemer met John Leerdam als regisseur. Dus dit was echt een oversteek naar... Ja. Ja. Oké, okay, nou laten we Daniel Kolff er ook bij vragen. Ja, toch. Ja,
Je begon je carrière bij Onstage. Daar gaan we het dus zo meteen over hebben, in Paramaribo. Een paar jaar geleden verhuisde je naar Nederland. Waar je carrière dus een vogelvlucht heeft genomen. Zoals we net zagen door allemaal kleine snippets van... waar je ondertussen allemaal ingespeeld hebt. De Libby kunnen mensen van je van kennen. Ik heb ook deze maand net op Netflix Forever Rich bekeken. Echt een aanrader. Welkom. Ook nog goed om te zeggen. Ben ik niet een beetje onzeker over hoe je het nou uitspreekt. Je was ook genomineerd voor een... Arlecchino. Dankjewel. Ja. Met je rol in Quake. Ja. Bij Docs en Theater Utrecht. Ja. Maar het begon dus allemaal in Suriname bij Onstage. De theaterschool van Helen Kamperveen. Maar dan ga ik toch weer heel eventjes naar Helen Kamperveen. Want wat voor theaterschool was dat? Een jeugdtheaterschool. Een naschoolse activiteit. Dus geen opleiding. Maar een naschoolse activiteit voor kinderen van 6 tot 18, hè? 18, het is nog veranderd. Ja, als ze eenmaal 20 werden, bleven ze toch. Ja. Ik kan je nog herinneren dat je daar begon. Ja, man. Ten eerste wil ik jullie allemaal bedanken voor het uitnodigen. En, het is een eer voor mij om hier naast Helen te mogen zitten. Het is waar, ik ben opgeleid door Helen Kamperveen. De reden dat mijn kinderen kunnen eten, de reden dat ik leef, de reden dat ik een carrière heb, is allemaal dankzij deze vrouw. Dus het sluit perfect aan met het thema dat we op de schouders staan van reuzen. Ja, ik was 8. Toen ik begon op de jeugdtheaterschool bij Helen Kamperveen. Het was toen, zat het Onstage jeugdtheaterschool zat in de Louise School. De Louise School is een school in Suriname. En Helen Kamperveen had gewoon ervoor gezorgd dat ze die school had afgehuurd. En dat wij, naast dat de school uit was, wij theater konden volgen. En ik weet nog dat er geen spiegels waren. En dat we... super blij waren toen Onstage een upgrade kreeg en we naar het patronaatgebouw gingen in Suriname, wat Helen ook over heeft genomen en weer tot leven heeft gebracht. En toen hadden we uiteindelijk spiegels en een zaal en konden we shows geven voor onze families en konden onze familie en vrienden komen kijken en begon theater eigenlijk weer een leven te krijgen in Suriname. Nadat het een hele poos gestopt is. Dus Helen Kamperveen heeft het teruggebracht. Ja, dat is goed. Helen, kunt u zich ook nog herinneren dat hij binnenkwam als klein jongetje? Ik kende hem al vanaf zijn geboorte. Ja. Ik kende hem al zo klein en vanaf zijn tweede kwam hij bij ons over de vloer. Ik heb op vrij late leeftijd nog een zoon gekregen. En zijn moeder was een vriendin van mij. En mijn man die ging hem de hele tijd halen, want die dacht de hele tijd dat zijn zoon eenzaam was. Dus, ik weet ook niet. Dus de hele tijd werd hij erbij gehaald. Dus we hebben ook heel veel foto's van Daniel onder de douche, Daniel aan de pap, Daniel, dus zo. Dus zo is het gegaan. En toen ik als je de fotoalbums terugkijkt, dan weet je eigenlijk niet of Daniel bij het gezin hoort. Dan denk je dat. Soms, mijn ouders gingen me daar zoeken. Soms, ik was één keer ook gewoon meegegaan met John, de vader, man. Ja. Als ik meegegaan. We waren goede vrienden, Rafi, haar zoon. En ik nog steeds. Hij woont ook hier. Ik zag hem vandaag. Ja. Zeg mooi. Ja. Ja. Mooi. Maar kunnen jullie nog teruggaan naar die tijd, zeg maar, dat je... of heeft Helen gewoon gezegd, Daniel, je gaat mee naar de theaterschool? Nee, zijn moeder. Mm-hmm. Toen ze hoorde van het idee, dan gaat Daniel ook. Ik zei, misschien wel, hij niet. Ja, hij moet. Ja. Ja. En wilde je wel? Ja, zeker. Ik vond het ook nog jammer, want ik zat op de woensdag en Onstage is begonnen. En ik was eigenlijk vanaf het begin daar. Maar omdat ik op de woensdag zat en niet op de maandag, was ik er niet vanaf het begin. Dus er is altijd een strijd tussen die kinderen van de maandag en de woensdag. Wij waren eerst op Onstage. Nee. Nou, het is echt een broedplaats voor ons allemaal geweest.
Ja man, ik heb echt de mooiste herinneringen bij Onstage. En ik weet nog helemaal, mijn eerste les kan ik me nog precies herinneren. Vertel. Ja, we stonden in een kring en we moesten ons voorstellen. En iedereen in die kring schaamde zich. Snap je? En ik denk dat is hetgeen wat veel invloed op ons heeft gehad. Om zeg maar die schaamte af te leren. Een plek waar je gewoon, ja, theater werd dan gezien als, ja, nu ben je een meisje of nu ben je niet stoer omdat je theater deed. Maar wij, omdat wij daar zaten en iedereen op die school gewoon een familie werd en die schaamte echt een soort push in onze rug is geweest om ons dichter bij elkaar te brengen, werd theater gewoon een cool ding. Onstage was gewoon de bom. Maar waar schaamden jullie je dan voor? Ja, je kan je voorstellen dat de jongens van mijn generatie vinden het niet stoer als je Shakespeare loopt te doen. Maar het is nu... Ik denk dat ze nu wel spijt hebben, want als ze me zien op Netflix of als ze me zien in die films en zo, denken ze, wow, hij heeft echt carrière ervan gemaakt. Yeah. Mooi horloge ook, ja. Er zijn een paar van ons die... Er zijn een paar van ons die echt carrière hebben gemaakt door Onstage. En we waren er echt allemaal voor. Het was een familie. Ja. Yeah. En kan je nog herinneren, wat heb je daar geleerd? Ja, het is begonnen met theater en spel. Ik vind dat Helen ons als acteur heel goed heeft opgeleid. Ze wist hoe ze... We hebben heel veel geleerd vanuit improvisatie. Dus the art of acting en spelen gewoon... Dat heb ik het meest van theater, van Onstage meegenomen. Want Helen kan u vertellen... Die mensen die ons zangles kwamen geven, die mensen die ons dansles kwamen geven, hadden echt een moeilijke tijd met ons zang. En dat we moesten gaan zingen en zo, dat was hem. We wilden altijd spelen, theater en acteren. Ja. En dat heb ik het, mijn spel heb ik echt van... Kan je nog iets specifieks herinneren wat je geleerd hebt van acteertechniek of een les? Ja. Het moment dat je speelt, het moment dat je aan de show is begonnen, een fout is menselijk. Dus als acteur denk je, ik moet alles perfect doen. Ik moet die zin precies zeggen zoals ik het 1000 keer heb geoefend. Maar het moment dat je in de show een keer een fout maakt, dan leer je daarvan. En ik was erachter gekomen dat ook nu, hoe ik aan het praten ben, ik ben aan het nadenken wat ik ga zeggen. Maar ik ben niet bang om een fout te maken. Dus ik heb rust in hoe ik spreek. Ik voel dat jullie naar me luisteren. Gewoon stage presence. Dat heb ik geleerd op Onstage. Hoe ik nu zo kan zitten en het zo stil is. Dat vind ik prachtig. En dat komt door... dat komt door Onstage. Ja. Ook bewust dat je... Kijk, wat heel belangrijk voor mij was in Suriname, is dat ik op mijn school niet de rigide manier van lesgeven wilde hebben die in het reguliere op de reguliere scholen in Suriname gehanteerd werd. Strengheid, straffen, dat soort dingen. Dus bij mij kwamen alle kinderen die een beetje uit de boot vielen wat dat betreft. Ja. Die gewoon twee verschillende gimpen aan wilden in een andere kleur. En die hun haar raar aan de ene kant zus en aan de andere kant heel iets anders. Dat kon allemaal. Dus zo'n bondgezelschap kregen we daardoor, omdat het een hele vrije omgeving was. En ik ben ook heel streng geweest naar de Surinaamse docenten, die dus wilden doorgaan met dat. Wat heb ik gezegd? Oh, je mond. De acteerdocenten. Nou, de acteerdocenten kwamen voornamelijk uit Nederland. Omdat we die mensen niet zoveel hadden daar. Maar de zang wel. En dans ook. Maar ik heb heel erg eruit moeten rammen. Dat er niet gestraft wordt, dat alles goed is als je het probeert. Dat je alles moet omhelzen, omarmen wat mensen je aanbieden als spel. Dat je niet afbreekt, weet je wel. En dat maakte dat kinderen soms een uur van tevoren al op school zaten en baalden als we vakanties hadden en zo. Dat was heel leuk, maar ook voor mij was het leuk. Ja, want ik heb van hun heel veel gekregen. Heel veel.
Zoals? Nou, inspiratie, die onbevangenheid die jonge mensen nog hebben. Niet teleurgesteld zijn nog, vol verlangen en verwachting kijken naar de toekomst. Dat vind ik super inspirerend. Ja. Ja. En toen ging je naar Nederland? Ja. Wat was de reden dat je wilde verhuizen? Ja, Helen heeft ons ook altijd wel verteld van, joh, er zijn 3 toneelscholen in Nederland. Of ze vertelde ons over Amsterdam, Maastricht en Arnhem. Omdat ik ook opgroeide met haar en ook gewoon veel in gesprek ging met mensen. En Janelle van Krint, die ook opgeleid is bij Onstage, die in Hoe duur was de suiker speelde. Zij is naar Nederland gegaan om te studeren. En toen... Eerste jaar keken we naar haar en dachten we van, theater studeren in Nederland. Oh. Toen kwam ze op vakantie en toen hadden we Hoe duur was de suiker gezien. En toen dachten we, wat? Theater studeren waar? Bam. Ben ik naar Arnhem gevlogen, vliegtuig gepakt, naar Artes gegaan, auditie gedaan op de toneelschool, aangenomen. Super blij. Helen was ook blij. En hetzelfde jaar heb ik ook ervoor gekozen, omdat het gewoon... Ik moest te veel acclimatiseren met de HBO-opleiding. Ik moest wennen aan de OV. Ik moest wennen aan de taal. Ik moest terwijl ik dezelfde taal praat. Ik moest wennen aan de cultuur, de normen en waarden. Wat was een cultuurding waar je enorm aan moest wennen? Ja, ik denk dat zo op de scholen... niet zo goed begrepen waar ik vandaan kwam en hoe ik bepaalde gevoelens en emoties kanaliseer. In Suriname hebben we als jongeren gewoon hele andere normen en waarden. Waar het juist stoer is als Superman niet huilt, is het hier in Nederland juist stoer als Superman huilt. En ik heb heel lang daarmee gestruggeld. Want ik dacht, met dat Superman moest huilen hier. Ja, dat is een voorbeeld. Ja. Ja, en ik moest gewoon... Ik dacht in Arnhem, in Artes... Ik zie Maastricht als... Bam, de beste toneelschool van Nederland. Gewoon klassiek. Bam. Dan heb je Artes. Arnhem zie ik in het midden een beetje alternatief. En Amsterdam, ik dacht, daar ligt mijn referentiekader. Ik wilde mezelf uitdagen door naar Artes te gaan. Ik wist Maastricht zou te veel zijn. Artes was toch te veel. En toen kreeg ik de kans om in Arnhem te zitten. In Amsterdam. In Amsterdam te zitten. En toen ik in Amsterdam zat, is alles gaan vliegen. Is alles echt gaan vliegen, man. Want je begon eerst... Ja. Begon eerst bij de... Maakt niet uit. Je begon eerst bij de... Je ging dus naar de theaterschool in Amsterdam. Ja. Was dat een verschil met Arnhem uiteindelijk? Ja, zeker. Ik kan het makkelijk zeggen. In Amsterdam krijg ik het gevoel dat je als student naar buiten leert. Dus soort van je leert jezelf meer ontwikkelen in het netwerken, in de mensen die je ontmoet, in het autonoom worden in je vak, mans, in je vak. En op Artes moest ik een bepaalde standaard bereiken. Dus ik moest in mezelf gaan. Je moet wat meer jezelf gaan studeren. Of wat meer klassieke dingen gaan lezen. Filosofies, westerse ideologieën. Moet je echt goed gaan begrijpen om op die school jezelf te kunnen ontwikkelen. En in Amsterdam kon je dat wat meer doen door gewoon jezelf te zijn. Door. Ja, in Amsterdam vroegen ze je letterlijk, wat wil je studeren? Op Artes vroegen ze me, dit moet je weten. En dan had ik voor mezelf, als student denk je, ja, maar ik weet niks. Dus dan heb ik liever, dit moet je weten. Daarom had ik Artes, ook was ik ook blij dat ik op Artes zat. Want toen had ik echt het gevoel, dat is de finish, daar moet ik naartoe. En toen kwam ik in Amsterdam en toen zeiden ze me van, oké, waar wil je eindigen? En dan raak je ook een beetje confused. Want jij weet ook niet alles. Jij weet ook niet hoe je een succesvolle acteur moet worden. Hoe je moet komen waar je moet komen. Hoe je de juiste mensen moet ontmoeten. Maar in Amsterdam heerst er wel een soort maatschappij waarin iedereen elkaar kent. En daardoor is het wat sneller voor mij gegaan. Het netwerk. Ja.
En hoe ging dat toen je ging vliegen? Ja, ik had een jaar voordat ik begon, voordat alles werd, is er een man die mij heeft gezien en die mij heeft gebeld om een theetje met hem te doen. En ik ben toen een theetje met die man gaan doen. En die man zit hier zaal, Benny Stroet. Deze man, naast Helen Kampervé moet ik Benny Stroet ook benoemen. Want voordat alles iets werd, voordat ik anything had, had deze man me al geconnect. En toen kwamen die dingen op mijn pad van de Libby en zo. En toen dacht ik, hey, Benny. Heb ik Benny gebeld. En toen, Benny begeleidt me gewoon perfect. Hij weet waar het is begonnen. Hij weet waar we naartoe gaan. En je hebt gewoon ook zo iemand nodig als je op een bepaald level bent. Je hebt gewoon een agent nodig. Sommige mensen, producenten, proberen dan bij mij te dingen gaan fixen van, hey, kom je dan zelf naar de set of ze willen gaan onderhandelen met jou. Maar nee, je hebt gewoon iemand nodig die streng voor je is daarin. Waar jij dan gewoon je werk kan doen. En ja, Benny is echt... Kan je nog herinneren hoe het was toen je hoorde dat je die rol kreeg in de Libby? Ja man, ik dacht, dit is geweldig. Ik dacht, nu kan ik eindelijk op een platform laten zien waar we al die jaren zo hard aan hebben gewerkt. Al die jaren van spelen, al die stukken die we hebben gedaan. Ik bedoel, aan stukken in theater wat we bij Onstage alleen al hebben gedaan voordat ik naar Nederland kwam, is al een heel groot repertoire. En ik heb altijd theater en zwemmen gebruikt. Op mijn CV. Je zwemt ook. Ik zwom ook. En ik heb dat allemaal op mijn CV gebruikt. Ik heb nooit op mijn CV mijn school kunnen benoemen. Ik was niet iemand die goed daarin was. Ik was iemand die op onstage moest zitten. Iemand die creatief is. Ja. Was je trots toen je hem zag in de Libby? Tja, ik ben continu trots. Ik heb hem net zien spelen in Gliphoeven. Een hele mooie voorstelling van Orkater. Over die hele beroemde flat in de Bijlmer. En hij heeft werkelijk zo ontroerend mooi gespeeld. De sterren van de hemel. Nee, echt. Thanks. Nee, hij geeft iedereen de hele tijd pluimpjes. Maar hij is zo getalenteerd. Zoveel talent. Ja, echt. Misschien moeten we ook zo even... Zo authentiek. Maar ja. Ik wil iets even zeggen wat ik ook zo mooi vond. Kijk, doordat ik hier zit, ben ik in oude recensies en dingen gaan... Want ik zocht naar een scène, die gaan we straks even doen, een stukje doen. Maar toen kwam ik recensies tegen ook. En we hadden een voorstelling gemaakt met Rufus Collins, Fences. Fences is in 2016 door Denzel Washington en Viola Davis opnieuw op toneel gezet. En ze hebben het ook verfilmd. We hebben het in 1989 of zo gespeeld. Hier in de Bali, in de grotere zaal. En toen stond er bij een van de recensies... de enige die dat taalgebruik een Surinaamse klank heeft gegeven... is Helen Kamperveen. Maar dat kwam misschien omdat ik niet op de toneelschool had gezeten. Want als je naar de toneelschool ging, werd meteen dat hele accent eruit geramd. En moest je... Ik ging naar een paar leerlingen van me kijken die hier op de toneelschool zaten. En daarna vroeg ik aan ze, wat is met jullie keel aan de hand? Toen zeiden ze, we moeten die R zo zeggen. Daniel is op een gegeven moment van school gegaan, omdat hij ook vroegtijdig ontdekt werd. En ik dacht, wat vind ik nou zo goed eraan? Dat het zo authentiek is. Dat hij gewoon een zwarte jongen is. Met zijn taalgebruik, in zijn beweging, in alles. En natuurlijk, op een gegeven moment moet je misschien een Brabander. Een Brabander spelen. Ik vraag me af of je dat zou moeten doen. Maar, of een, weet ik veel, any role. Maar any role kan dus ook in het leven een zwarte persoon zijn die rol speelt. Dus ik heb er veel over nagedacht. Want in mijn tijd was het echt zo van... je moest op een bepaalde manier leren praten. Je moest niet te emotioneel, niet met je armen, niet met je handen. Je ziet, ze gaan alle kanten op bij mij. Dat hoort een beetje bij ons. Dus dat allemaal wegslaan... heeft soms een negatief effect op de authenticiteit. En ik ben er echt mee bezig van... moet je niet gewoon vooral blijven zoals je bent. En dan... ik bedoel, een zwarte chirurg
praat ook anders dan een witte chirurg, denk ik. Dus waarom zouden we te veel eruit rammen wat erin zit? Daar begin ik de laatste tijd steeds mee. Ik heb altijd gedacht dat het moest, hoor. Nee, je moet Shakespeare en je moet Engels. En ik weet het niet. En heeft u ook het gevoel dat er op een bepaald moment dingen uit u geramd zijn? Nee, want ik ben dus niet naar school gegaan. Want ik begon te laat. Ik mocht er niet eens meer op die school. Ik heb het in de praktijk geleerd. Ik ben gewoon in diepe gegooid. Zo van, ga jij maar spelen. Zaten 300 mensen gewoon doen. Theatergezelschappen deden ze dat dus niet? Nee. 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 Ik heb gewoon altijd gespeeld. Ja, wat dat betreft is het goed gegaan. En nee, er is niets uitgeramd wat in me zat. Misschien heb ik het wel af en toe geprobeerd, hoor, om er ook bij te horen. Zelf? Vast wel. maar nu niet meer. Ja, als je bijvoorbeeld een zin ziet van, en die zin, vandaag hadden we het laatst horen. Zegt Roos in het script, zegt ze, waar is hij? En wij als Surinamer zeggen nooit, waar is hij? Waar is hij dan? Kom op nou, zeg dan nou wat je bedoelt. We zouden gewoon zeggen, zeg wat je bedoelt. Of waar is hij? Waar is hij? En ik vroeg Helen van, hoe heb je deze zin gezegd? En toen zei ze gewoon, ik zei gewoon, waar is hij? en toen dacht ik, klopt. En dat heb ik ook meegemaakt. Als ik naar een regisseur zou gaan en ik zou zeggen van, hey meneer, ik zeg meestal niet waar is hij. Ik zou zeggen, waar is hij? Vind je het goed als ik waar is hij zeg? Gaat hij tegen me zeggen, nee, zeg wat daar staat. Maar als ik het gewoon doe en hij het ziet, dan gaat hij zien van, oh nee, klopt, dit is veel beter. Maar dus wij moeten het ook laten zien. Ja. En doordat we het doen, dan zien ze wat de verandering is. En hoe het eruit moet zien. In plaats van dat we gaan vragen van, hey. En hoe ben je tot deze constatering gekomen? Welke ervaring had je dan dat je dat eerst... Ik zat ook echt heel lang met, moet ik niet een Nederlands accent, moet ik mijn accent niet loslaten, ik moet wat meer Brabants gaan checken of zo. ik moet even proberen als... Snap je? Maar toen dacht ik, nee, ik ga dit gewoon loslaten. Ik ga gewoon mezelf zijn en ik ga gewoon een deel van mezelf elke keer uitvergroten. En ik vond sowieso dat er nog een... Dat we nog niet alle zwarte accenten hebben gehoord, of in het theater of in films. Dus in mijn hoofd ben ik al een soort één van die accenten. Er zijn nog verdiepingen daarin. Net als hoe als je in Nederland reist van het noorden naar het zuiden, hebben we dat ook in Suriname en in Afrika. Snap je waar we gewoon het verandert? En ik heb dat nog niet gezien hier in Nederland. En het is echt een gat in de markt. Okay. Dus Benny en ik zijn bezig. Hey, boy. Laten we ook eventjes naar je gaan kijken dan. Ja. Ik vroeg, voordat we... Want zometeen gaan jullie ook een stukje acteren. Hier, live. Maar ik vroeg altijd ook aan je gevraagd, is er een... rol waarvan je zei van, dat vond ik echt een hele mooie rol om te doen. Uh-huh. Kunnen we daar een stukje van laten zien? En toen had jij over de rol die je recent, was dit jaar in de bioscoop, speelde in I Don't Wanna Dance. Ja. Kan je vertellen welke rol je speelde? En dan gaan we zo meteen kijken naar een fragment. Ja, het belangrijkste om te zeggen over die film I Don't Wanna Dance is, het is een based on a true story. Het is het verhaal van de jongen die de hoofdrol zelf speelt, Ifendo van Praag. Het is zijn verhaal. En ik speel zo'n broer. En ik ben gewoon blij met de energie die ik heb gebracht in het verhaal. En dit is een van de scènes waar ik echt heel trots op ben. Wat doe je met eten? Waarom moet ik altijd alles regelen, Joey? Moet ik? Dat is gewoon een normale vraag, hoor. Beetje rustig, hè. Zou ik dan wat halen? Maar waarom heb jij dan geen eten gehaald, Roy? Je kan toch ook iets doen? Je hebt toch benen, of niet? Moeder, alsof u altijd alles in deze ossen fixt. Huh? Kijk naar die keuken. Is toch geen voorbeeld? Laat Joey alles doen. Met uw zogenaamde been. Met uw manke act. Je konjaso, je nyaminyang, je sribi en dan ga je weer. Wat kom jij brengen, Roy?
kom jij brengen, Roy? Niks! Nee, ik wil dat je gaat. Ik ga helemaal nergens. Wat is je kolen? Ik wil dat je gaat, Roy! Moeder, nog wat? Jezus, mijn papa, vader! Wat zei je? Dag, kijk, doe normaal, Roy. Doe normaal, Roy. Doe normaal, Roy. Wat doe normaal, Roy? Nog vast me, G. Nog vast me, mijn man. Rustig. Ik schuif op, man! Het loopt helemaal papa, Osso. Het is klaar nu. Doe rustig. Doe rustig. Wil je rustig? Hun krijgen alles. Alles krijgen ze. En ik krijg niks. En ze krijgen een fucking televisie. Een bed om in te slapen. Huh? Niks krijg ik, man. Rustig. Laat maar. Rustig, broer. Ga je maar steken rustig. Of niet? Rustig, rustig. Huh? Afitang. Blijf maar zo. Mooi. Heb ik niet gezien. Ja, ik wil gaan checken, man. Ik krijg echt zo'n fysieke reactie op deze scène. Ja. Merk ik. Mijn hartslag gaat gewoon omhoog. Yeah. Ik voel een soort... iets kouds over mijn arm heen. Ja, het is een echt verhaal. En Romana Friede heeft een fantastische rol gespeeld in die film. I Don't Wanna Dance. Het is een aanrader voor heel veel mensen. En de vibe op de set, in die kamer, in het huis. We filmden ook in de buurt, om de hoek van het originele huis waar dit allemaal echt is gebeurd. Dus we waren er helemaal in. Hoe dook je daar nog meer in die rol? Ja... Door het te zijn. Ik duik in een rol door het te zijn. Helen heeft dat een keer ooit gezegd. Je kan spelen of je kan zijn. Acteren is geen spelen. Het is geen doen alsof. Ik zat op die bank daar en ik geloofde echt dat ik gewoon in een huis zat. En ik geloofde gewoon alles wat er gebeurde. Dus hoe doe ik dat? Door het te zijn. Ja. Bent u trots als u... dit ziet? Super. Ja, je kan je niets beters wensen dan dat je iets kan overdragen. Want ik bedoel, alles is eindig, hè? Wij zijn op weg naar buiten. Dus, nou, volgens mij heeft u het hartstikke druk. Ja. Weet je wel. Maar ja. Maar goed, maar toch. Zij komen eraan, hè? Zij gaan het doen. En kan ik jullie nu al vragen over fences of moeten we eigenlijk nog even bijkomen van de scène? Nee joh. Misschien kunnen we beginnen met vertellen waar het stuk fences over gaat. Ja. Fences heb ik in 1989 gespeeld hier in de Bali. In de regie van Rufus Collins. Het is een stuk van August Wilson. Een zwart stuk dat toen veel furoren maakte op Broadway. En hij heeft dat naar Nederland gehaald. Heeft het laten vertalen. En toen meteen, toen we het moesten gaan spelen, brak de hel los. Welke hel? Want het was heel erg in Black English geschreven door August Wilson. En de vertaling was zo Nederlands dat de hele soul volgens hem eruit was. Toen hebben we 3 weken aan een tafel gezeten met allemaal Surinaamse acteurs. Het was een volledig zwarte cast. Om te proberen het er weer in te krijgen. Best moeilijk, maar daardoor hadden we uiteindelijk wel een soort taalgebruik wat dichter bij ons lag dan, of bij het stuk lag. Want het hoefde niet per se bij ons te liggen, maar bij de sfeer. Het speelt in een zwarte familie in de 50er jaren in de Verenigde Staten. En het gaat over een vader die een carrière zou hebben, daar leek het op. In als sporter. Baseball. Ja, baseball. En die een fout maakte en in de gevangenis terecht kwam. En uiteindelijk op een vuilniswagen ging werken. En het hoogst haalbare haalde, namelijk dat hij mocht rijden. En niet meer achter op de kar hoefde te staan. Nou, dat is wat die vader... En die vader had een vrouw. En die vrouw die kwam ook uit een louche verleden en hij zette haar in een huis en ze kregen kinderen. Maar hij was zo gefrustreerd, die man, dat hij thuis een soort tiran was. Want op straat werd zo'n man in die tijd gewoon boy genoemd, terwijl het een volwassen man was. En
En daardoor was hij heel ingewikkeld voor zijn gezin. Bijvoorbeeld zijn jongste zoon, die had aanleg om American footballer te worden. Dat mocht niet, want hij zei, dat gaat toch niet lukken, ze gaan je toch niet, enzovoorts. Dus hij was heel erg ingewikkeld voor de familie, voor de vrouw, maar ook vooral voor zijn jongste zoon. De scène die wij eruit hebben gehaald is een scène tussen de moeder en de jongste zoon, nadat de vader net dood is, vlak voor de begrafenis van de vader. We gaan het gewoon af en toe van het papier doen, omdat het heel snel moest gebeuren. Ready? Weet je waar ik soms aan moet denken, man? Hoe heeft u het zo lang kunnen volhouden met papa? En hoe heeft u ondanks alles nog steeds kunnen houden van die man? Bent u niet een beetje blij dat u nu vrij bent? Jongens, sla je mond. Ik ben met je vader getrouwd. En ik ben een leven gaan leiden van voor hem koken en bedden verschonen. Als je vader door het huis liep, was hij zo groot dat hij de hele ruimte vulde. En dat was mijn eerste fout. Dat ik er niet voor gezorgd heb dat hij wat ruimte voor mij overliet, voor mijn aandeel in dit alles. Maar ik wou het zo. Ik wou een huis waarin ik kon zingen. En dat kreeg ik van je vader. Ik wist niet dat om zijn kracht in stand te houden, ik stukken van mijn eigen kracht zou moeten opgeven. Maar ik heb het zelf zo gedaan. Het was mijn leven. Ik had het niet zo hoeven te leven. Ik heb ervoor gekozen. Maar ik, ik moet u iets zeggen. Maar ik weet niet hoe ik het moet. Ik ga niet mee naar papa's begrafenis. Jongen, je bent niet zo goed, hè? Je hebt het wel over je vader, hè? Wat is dit? Je staat daar met droge ogen tegen me te zeggen dat je niet naar de begrafenis van je vader gaat. Maar luister, wat bezielt je, jongen? Ik heb er al over nagedacht. Dan zet het maar weer uit je hoofd, want het gaat niet gebeuren. Uit mijn hoofd. Maar ik moet één keer nee tegen die man kunnen zetten, toch? Eén keer in mijn leven moet ik nee tegen die man kunnen zeggen. Ik kan die man niet met me meeslepen, maar... Ik wil het niet horen. Zet dat idee uit je hoofd. Oké? Okay? Ik hoef hier trouwens niet naar te luisteren. Wat is dit voor onzin? Ik weet dat jij en je vader het niet altijd met elkaar eens waren, Corrie. Maar dit is het moment om het van je af te zetten. Pak het vast, zet het ergens op een plank en vergeet het. Dit is het moment. Als je denkt dat je een man wordt door niet naar je vaders begrafenis te gaan, heb je het mis, hè? Een man worden zou je toch echt helemaal alleen moeten doen. Maar al die tijd dat ik hier opgroeide, toch? Hier in zijn huis. Papa was een soort schaduw die mijn ogen al volgde. Huh? Een loodzwaar gewicht die in mijn vlees boorde. Het wikkelde zich om me heen en ik wist niet eens meer welke van de twee ik zelf was. Die schaduw die zich aan je vastbijt, hè? Die naar binnen probeert te kruipen, die via jou wou leven.
Waar ik naar keek, staarde hij mij aan. Verstopt onder het bed of in de kast. Ik was nooit goed genoeg voor hem, ma. Je bent precies je vader. Ik zeg alleen dat ik een manier moet vinden om af te komen van zijn schaduw. Jij bent Troy Maxson. Ach, ik wil Troy Maxson niet zijn, ma. Ik wil mezelf zijn. Je kan niets anders zijn dan jezelf zijn. Die schaduw die je voelde, dat was jezelf. Jezelf die in je groeide. Je vader wilde dat jij alles zou zijn wat hij niet was. En toch heeft hij ontzettend zijn best gedaan om van jou te maken wat hij was. Ik weet niet of hij gelijk had. Maar ik weet één ding. Dat hij meer goed wou doen dan kwaad. Hij hield van je, Corey. Je vader hield van je. Hartelijk, hartelijk applaus. En tenslotte wilde ik nog, want dat was ik vergeten, als mensen nog een vraag... Dankjewel voor deze prachtige scène. Ja, ja, ja. Als mensen nog, misschien zijn er ook mensen in het publiek, want we zitten hier nu toch met zo'n intiem gezelschap. Zijn er nog mensen in het publiek die een vraag willen stellen, want dan kan dat ook. Ik snap ook dat dat eventjes misschien moet laten bezinnen. Je hebt alles al verteld. Ja. Misschien nog één laatste vraag. Uh-huh. Los van... Ja, twee eigenlijk, sorry. Wat raakt zo aan die scène? Als het gaat over generatie. Boy. Conflict, hè? Tussen de generaties. Andere generaties die het soms anders aanpakken. Onbegrip, hè? Ja, ik vind dat die scène voor zich spreekt. Ja, en dan nog allerlaatste vraag. Sorry, maar ik vind jullie gewoon zo fantastisch. Ik wil jullie naast me houden. Maar ik heb ook heel veel zin in mijn volgende gasten. Maar zijn er zeg maar uitdagingen die er toen waren, zeg maar in de jaren 80, die er nu niet meer zijn? Als het gaat om de theaterwereld. Ik denk dat die uitdagingen er altijd zijn. Maar ik denk wel dat de jongere generatie er anders mee omgaat. Dat wij iets... Wij waren er ook altijd mee bezig, hoor. Ik bedoel, maar toch denk ik dat er nu meer ruimte is. En begrip. Dat denk ik. Ruimte... En begrip voor verschillende soorten mensen. Voor verschillende, ja. Die samenleving is natuurlijk behoorlijk divers inmiddels. Dat was toen toch een beetje moeilijker voor ons. Ja, toch? Dankjewel. Ontzettend bedankt dat jullie hier waren. Ja, graag Ellen gedaan. Ellen Kamperveen, Daniel. Heel leuk. Ja, maar heel erg bedankt. En dan wil ik nu de volgende en de laatste twee gasten naar voren vragen. Clemvaria begon als MC Fit in de hiphopformatie Flinke Namen. Hij bracht een soloalbum uit en schreef voor andere artiesten. Davina Michel en Tino Martin scoren een hit met zijn nummers, redelijk recent op zich. Ook is hij medeoprichter van de theatergroep Like Minds. En staat binnenkort met het ook in het theater met de solo show, denk ik. Ja, klopt dat? Solo show, ja. Hoe weet je dat? Hij is hier met zijn zoon, Jair Faria. En tijdens de lockdown bundelden ook jullie krachten met het lied Terug naar Nu. En je hebt ook een eigen single inmiddels uitgebracht waar we zo naar gaan luisteren. Maar laten we toch beginnen met een stukje uit Terug naar Nu. Applaus. Dat blijft altijd een ding, hè? Ik moet eerlijk toegeven dat vorig jaar toen jullie hier in de Bali dit nummer speelden, dat ik het toen de dag daarna, ik denk, ja,
Ik denk wel dat ik het misschien 20 keer die dag daarna geluisterd heb. Top, streams. En, maar Jair, vind jij het nog steeds mooi om naar te luisteren? Of ben jij er inmiddels klaar mee? Ja, ik vind het natuurlijk nog steeds mooi om naar te luisteren. Maar ik heb het nu wel zo vaak gehoord en zo vaak gezongen. Dat ik het ook leuk vind om nieuwe dingen te doen, zeg maar. Ja, en wat zijn die nieuwe dingen waar je mee bezig bent? Ik zit nu in een tussenjaar. Ik ben net klaar met de middelbare school. Waren we het niet helemaal mee eens, het tussenjaar, maar hey. Wat is dat tussen wat is dat jaar? Ja, ik wil dus eigenlijk gaan werken om auditie te doen voor een muziekopleiding. Maar ook vooral gaan werken om, zeg maar, van mezelf echt een artiest te maken. En daar waren jullie het half mee eens, half niet mee eens. Welke vertelde helften? Nou, omdat een tussenjaar klinkt ook gewoon als een hele lange vakantie natuurlijk voor ouders, zeg maar. En ik denk wel dat je een best wel lange vakantie hebt gehouden, hè, tot nu toe. Dus zijn moeder was hem thuis op gaan halen en ik kwam van een andere afspraak. En zijn moeder had een gesprek met hem in de auto. En ik zit net tegen hem hier in het foyer te zeggen, hey, ben je wel muzieklessen aan het volgen? Toen zei hij, papa, ik heb net hetzelfde gesprek met mama gehad. En wat was het antwoord? Dat ik me vanaf volgende maand weer ga focussen op. Het is zeg maar, ik maak zelf wel altijd muziek natuurlijk. Maar het lesgedeelte ervan, wat eigenlijk zeg maar nodig is om naar een opleiding te gaan, dat is het enige gedeelte van het muziek maken waar ik dan zelf een setje voor nodig heb. Ja, dat had hij ook met zijn middelbare school. Oké. Okay. Ja, maar die heb ik wel uiteindelijk afgemaakt. Ja, dat zeker. En waarom zijn die muzieklessen belangrijk volgens jou? Nou, ik denk niet zozeer dat de muzieklessen belangrijk zijn. Want natuurlijk, ik hoorde het net aan jouw verhaal over theaterscholen. Natuurlijk leer je binnen een vorm muziek te maken. En muziek maken, dat valt helemaal niet in een vorm te gieten. En is natuurlijk, je interpreteert het hoe je het wil interpreteren. Je kan er ook niet een kwaliteitsmerk aan plakken, want wie vindt wat goed? In het ene land vinden mensen het ene ding goed en in het andere land vinden mensen het andere ding goed. Maar wat wel vet is, dat je door zo'n opleiding stap je in een cultuurtje. Wat jij in Amsterdam had. Je stapt in een cultuurtje, je leert mensen kennen. Mensen van je eigen generatie. Bij mij zit hij toch met allemaal oude mannen in de studio. Zit ik weer te zeggen, ja, is dit het refrein? Moet het niet zo? En dan zitten al die jonkies me aan te kijken van, hou je mond, oude man. Snap je? Dus het is, ik denk dat het voor hem goed is om juist binnen zijn eigen leeftijdsgroep met allemaal muzikanten te zijn. En de een speelt gitaar en de ander speelt piano. En dat inspireert elkaar met muziek van nu in plaats van muziek van mijn tijd. En los van dat ik je dan nu ook weer neergezet als oude man, maar kan je nog eens terugnemen naar de tijd dat jij begon met muziek maken? Nou, oude man, ik merkte door de gesprekken van Helen, merk ik dat ik tussen generaties val. Omdat ik natuurlijk ook Cosmic heb meegemaakt. Cosmic Theater, DNA van Rufus Collins. Henk John zag ik net op een foto. En ik heb weer met Henk John zijn foto, Henk John zijn zoon muziek gemaakt. Ik zit echt in de Made in the Shade, Like Minds, DNA theatertijd. Dat is ook weer net de generatie daarna. Wat grappig is dat we wel dezelfde struggle hadden. Wij deden ook audities en dan vroegen mensen ons, kan je het niet met het ene accentje doen of met het ene dansje? Terwijl wij dan weer dachten, ja, ik ben een Amsterdamse jongen, dus ik heb dit accent. Wat jij net zegt, maar Surinamers hebben honderden, duizenden verschillende accenten. En zij wilden in die tijd maar één accent horen. Dus wij komen eigenlijk ook uit die tijd en ik merk dat zijn generatie daar nu echt veel minder last van heeft. Herken je dat? Nou, ik herken dus zelf niet die struggle. Want ik heb dat nog niet zo vaak meegemaakt. Maar ik denk dat doordat zeg maar de generatie voor mij dat mee heeft gemaakt, dat het dus voor mij minder is. En ik denk dat er nog steeds heel veel mensen zijn die dezelfde struggle hebben. Maar ik denk dat vooral in Amsterdam al veel minder is. En ben je daar dan bewust van dat er dan een generatie voor je is? Zoals we zeg maar aan het begin van het van deze avond met John Leerdam hebben besproken? Ja, nee, zeker. Daar ben ik me heel erg bewust van. Maar daarom vind ik het ook juist fijn om te weten dat het wel
iets heeft gedaan. Want daardoor, door dat soort dingen, heb ik daar geen last meer van. En er zijn natuurlijk nog heel veel mensen die daar wel last van hebben. En daarom vind ik ook dat we daarmee door moeten gaan. Omdat zo heeft de volgende generatie er nog meer minder last van. Zeg. Is dat misschien waarom je met oude mannen in de studio zit? Om een beetje te leren van hen. Ja, hij stuurde een keer een demo van een liedje naar me. En ik zat net met mijn vriend in de studio. En hij zegt, kan je dit even luisteren? Wat vind je hiervan? En toen luisterde ik het zeg maar hardop. Waar al die gasten het konden horen. En toen zei de producer waarmee ik aan het werken was. Die zei, ik weet niet hoor Glenn, maar volgens mij zijn ze beter dan ons. Ik zeg, ja, wat moet ik terugzeggen dan? Hij zegt, ja, zeg maar gewoon dat je het goed vindt. En dat hij misschien vanaf het refrein weer terug naar het couplet iets moet minderen. Oh ja, dat klinkt wel vaktechnisch. Toen heb ik dat maar gestuurd, zeg maar. Ja, het is echt heftig. Het is ook heftig hoe snel zij leren. Omdat er veel informatie is. Er was ik kom nog net van voor de internetgeneratie. Er was bij ons zo weinig informatie. Als je niet naar een opleiding ging, dan had je gewoon geen informatie. En dan was er ook een generatie die gewoon een opleiding niet binnenkwam. Waarom? Omdat je bij je auditie zei iemand tegen je, nee, je zegt vrouw en man. Man. En ik zeg dan altijd, niemand met wie ik ben opgegroeid zegt man. Snap je? Maar het was wel een reden waarom je niet aangenomen werd op zo'n opleiding. En waar moest je je informatie dan vandaan halen? En dan waren er gewoon mensen als Helen en John. Die met initiatieven kwamen waar er wel ruimte was voor ons. Dus wij kwamen wel bij een Made in Shade of bij een Cosmic, een Hollandse Nieuwe, konden wij ons ding doen. En dan was er een oudere generatie dan in het foyer soms leuk commentaar gaf en soms geen leuk commentaar, maar gewoon we leerden wel van hun, zeg maar. Ja. Kan je herinneren, hoe reageerden ze dan op wat je deed? Nou, het kan. Als je zelf gaat ontwikkelen, ontwikkel je. Als je zelf iets gaat maken, maak je het in een bubbel. Het is een beetje preaching to the choir. Dus alle mensen om je heen vinden het geweldig omdat ze het herkennen. Maar wij moesten dus echt leren een vertaalslag te maken naar buiten toe. Hoe maak je wat jij maakt duidelijk voor een grotere doelgroep? Hoe maak je het snapbaar en hapbaar, snap je? Zodat je niet elke keer voor hetzelfde publiek alleen speelt. Dat was voor ons echt die vertaalslag was voor ons echt een uitdaging. Maar was het dan ook nog een... Ja. En dat is voor ons denk ik ook weer veel makkelijker gemaakt. Want jullie hadden best wel veel moeite met andere mensen bereiken, maar tegenwoordig kan je zeg maar iemand aan de andere kant van de wereld gewoon in één keer makkelijk bereiken. Vijver. En doordat je zeg maar online ook hele communities hebt en mensen die elkaar opzoeken, is het voor ons makkelijker gemaakt om jezelf naar zeg maar de mensen waar jij je naartoe wil uiten, zeg maar, je kan uiten. Maar kan je dan uitleggen voor de mensen die hier wat ouder zijn in deze zaal, hoe dat contact dan gaat? Het heet dus Instagram. Nee, maar het gaat wel ook om social media. Want zeg maar door social media kan ik bijvoorbeeld mijn verhaal doen en kan iemand anders aan de andere kant van de wereld dat horen en denken, oh, mijn familie heeft me zo opgevoed dat dit en dit en dit niet kan. Maar doordat ik verhalen van andere mensen hoor in hun situaties, kunnen ze zelf de realisatie maken van, oh, eigenlijk zit het zo en heeft mijn familie dit me verkeerd aangeleerd of dat soort dingen. En toen je begon... Ja, wil je altijd al, zeg maar, ja, in de voetsporen treden van je vader, om het zo te noemen? Nou, ik zat eerst op een dansopleiding en ik dacht eigenlijk mijn hele leven dat ik danser wilde worden. Maar dan gingen wij naar die voorspeelavonden. Dan moeten ze optreden. Dan stond hij ergens achter in zijn neus te peuteren. En dan kwam ze Shaggy, een muziekleraar van hem, waarmee ik ook ben opgegroeid. Die zegt, hey, die zoon van jou heeft wel talent in dans, maar hij is lui. En toen dacht ik, misschien is het geen danser. Nee, dat was niet wat ik wilde doen uiteindelijk. Maar we kregen op dansles kregen we ook muziekles. En dat vond ik ook stom. Dus ik snapte dat niet helemaal. En toen was ik uiteindelijk daarmee gestopt. En toen ging ik zelf muziek maken. En toen was ik dan was ik voor het eerst alleen thuis. En dan ging ik op de laptop opzoeken hoe je de Furelize moest spelen op de piano bijvoorbeeld. En dan kwam ik erachter dat ik dat eigenlijk leuker vond om te doen. En toen ben ik muziekles gaan volgen. En wat vond jij ervan dat hij
ja, overstap maakte van de dans naar de muziek? Ja, ik vind het geweldig natuurlijk. Ik heb geprobeerd het niet te pressuren. Maar we hadden toen een elektrische piano thuis. En als je dan tegen je kind zegt, als papa weg is, mag je niet aan de piano komen. Want dat is papa, ze speelt goed. Mm-hmm. Verder dat ze dan aan de elektrische piano gaan. Dus op een gegeven moment kwam hij thuis, dropt hij zijn school thuis en gaat hij achter die piano zitten. Ja, geweldig. Dat is voor mij echt een... Nudging. Ja. Nudging heet dat, geloof ik. Ja, zeker. En zijn er dan ook zaken waar je hem dan voor wil behoeden? Ja, de hele muziekindustrie. Daar zou ik hem heel graag voor willen behoeden. En wat dan aan de muziekindustrie? Nou, je hebt de muziekscene, die is vet gezellig. Superleuk, dat is gewoon een beetje net als het foyer in theater. Daar kent iedereen elkaar, praten we over de kunst, zijn we aan het lachen. En dan komt er een duistere wolk van muziekindustrie overheen. Waar het gaat om cijfers en percentages en belangen die eigenlijk niets te maken hebben met het maken van muziek. En in die wereld moet je je wel weten te manoeuvreren, zeg maar. Anders is het een gevaarlijke wereld. En de mensen die met hem in contact proberen te komen van muziek, die hebben nu pech. Omdat zijn vader al die slagen al heeft opgevangen. Hoe heb je dat gedaan? Nou, ik heb fouten gemaakt. Ik heb verkeerde contracten getekend. Verkeerde keuzes gemaakt. Met verkeerde mensen samengewerkt. En nu herken je die contracten herken je gewoon van kilometers ver. En die mensen herken je ook van kilometers ver. Dus ik wil ook heel graag dat hij zijn eigen keuzes maakt. Maar wij hebben thuis wel een soort communicatie. Als er iets binnenkomt, ook voor mij, bespreken we dat gewoon met z'n allen. Kijken we, ja. En dan kan ik alleen adviseren. Dus heb nog nooit tegen hem gezegd dat hij iets niet mag doen. Ik probeer gewoon het verhaal uit te leggen. Wat staat er? Wat lezen we hier met z'n allen? Nou, we lezen dat dit liedje wat je schrijft voor altijd over het hele universum van deze andere persoon is die dat liedje niet heeft geschreven. Dus zijn we het daarmee eens? Nee. Dus ja, dat is hoe we het checken. Hoe voelt dat, deze samenwerking? Ja, ik vind het heel fijn om te weten dat mijn ouders, zeg maar, alle twee al langer in die wereld zitten. En dat ze me daarom ook daarmee kunnen helpen. En het geeft wel een soort van fijn gevoel dat het minder snel fout kan gaan. Maar mama en ik waren laatst wel bijvoorbeeld aan het proberen een soort Amerikaans ding te downloaden om mijn liedje te... Wat was het ook weer? Om een liedje te promoten of zo. Ja. Soms wil je toch gewoon die fout toch wel maken. Nee, dat was geen goede idee. Maar we hebben het uiteindelijk niet gedaan. We waren gewoon lekker met z'n tweetjes bezig. En op een gegeven moment kwam Glenn thuis. Ja, en dan, maar kijk, aan de andere kant moet hij ook fouten maken, hè? Want daar leer je eigenlijk het snelst van. Of het na het best van. Want dan heb je de emotie erbij ook en het gevoel. Mm-hmm. Dus ergens vind ik dat hij gerust ook wat fouten moet maken. Maar als het fouten zijn waar je hele leven aan vast zit. Dat is geen klein foutje, zeg maar. Dat is wel iets waar je van moet waken. Zeg maar. En het is zonde dat talent nog steeds zo uitgebuit wordt. Maar we hebben nu een nieuwe generatie. Dat zijn jongens van mijn leeftijd. Die zichzelf eigenlijk hebben bewapend met informatie. En je komt er nu niet meer zo makkelijk doorheen. Er zijn ook genoeg jongens vanuit mijn generatie die hun eigen muzieklabels, hun eigen managementkantoren opstarten. Zodat ze het kunnen doen hoe zij het willen. Dat vind ik echt mooi om te zien. Dat zo'n Jay, een soort artiest, Jay Johnson, zijn eigen label heeft. Dat is wat we moeten doen. En zou je hem dan ook aan de man brengen bij mensen die je wel vertrouwt? Of denk je van, daar moet ik eigenlijk niet tussen zitten? Ik denk dat je gewoon lekker moet spelen eerst. Ik denk als je 17 bent, dat je gewoon leuk liedjes moet maken, lekker moet spelen, jezelf ontwikkelen, voordat je überhaupt officiële afspraken gaat maken met mensen. Ben je het daarmee eens, Jair? Ja, wel, want dan kan je jezelf, zeg maar, ontwikkelen op je eigen manier en daarna pas er serieus over gaan doen. Want als ik nu heel serieus de muziekbusiness ga bekijken, dan wordt het uiteindelijk voor mij ook niet leuk. En nu is het gewoon nog leuk met mijn vrienden, zeg maar, muziek maken. En
dan wil ik daar later inderdaad wel mijn baan van maken. Ja, ik wilde heel even gaan luisteren, want Glenn, wat me opviel is dat eigenlijk het thema intergeneraties best wel een groot thema is in de liedjes die je schrijft. Laten we gaan luisteren. Wat gaan we luisteren? We gaan luisteren. Ik was eventjes vergeten, want we gaan luisteren hoe de titel heet. Dus vandaar dacht ik, ik kondig het gewoon meteen aan. ik leg het niet boos zijn, niet boos zijn. Ah, is niet het. Boos zijn. Ja. Ik dacht, wat gaan we luisteren? Kenny. Is dat een boodschap die je herkent van je vader? Ja, alleen ik zat nu, ik had eigenlijk nog nooit stilgestaan bij de videoclip. Even. Ik zat opeens te bedenken van hoe heb je dit opgenomen? Want je stem gaat zeg maar tegelijkertijd, maar het is wel in slow motion. Dus is je muziek gewoon snel afgespeeld? Ja. Het lukte ons ook niet. Nee, want ik zat al te denken van, hoe doe je dat? Het was echt snel. En Kenny en ik waren allebei echt in chill mode, zeg maar. En die regisseur was tegen ons aan het schreeuw, jongen, je moet sneller, je moet sneller. Kenny, laat me rustig met haar, laat me met haar. Ja, het ging ook niet goed. Jij was wel net wat beter in dan Kenny. Ja, Kenny zat er af en toe wel naast. Ja. Nee, maar de samenwerking tussen, want Kenny is voor mij ook een andere generatie. Hè? Kenny is voor mij echt een legende, zeg maar. Dat is echt het feit dat ik hem voor het eerst ontmoette in, volgens mij, of in Tilburg, in Amsterdam. Dat was voor mij echt een big moment. Omdat Kenny voor Surinamers echt, hij is gewoon een held. En Nederland weet niet eens wat hij voor ons betekent. Maar ook in de muziekindustrie, de wijsheid en de kennis die hij heeft en hoe hij het eigenlijk zijn taak heeft gemaakt om die kennis te delen. Dat vind ik dat. En ik ben eigenlijk zijn, zeg maar, neefje, voelt het voor mij eigenlijk. Met die al die kennis opslaat. We hebben soms telefoongesprekken van 3 uur lang. Waarin hij zegt altijd King. Dat King, je moet je niet druk maken om die mensen, King. Het komt goed, je moet. Dus hij is echt mijn coach. Zijn er meer dingen die je van hem geleerd hebt? Nou, vooral dat het about the message is, zeg maar. Wat is een de music, message? Zeg maar, wat we doen. Als niemand er wat aan heeft, waarom doe je het dan, zeg maar? En dat is echt, daar heb ik echt veel aan gehad. Ik gebruik dat ook altijd bij mijn liedjes, die tekst van hem. Als niemand hierop zit te wachten, of niemand er of beter of iets aan heeft, waarom ga je het dan doen? Dat vind ik echt een belangrijk ding wat ik altijd bij me zal blijven dragen. En ik vind die boodschap eigenlijk van leer ze om niet boos te zijn, dat vind ik echt een hele mooie. Dit is ook een liedje wat ik zoals repeat heb staan. Ja, top. Nog meer streams. Nee, maar wat wel zo is dat een neefje van me, die is 10, en die zei tegen zijn moeder, nadat hij het liedje had gedraaid, die zei, ja, maar mama, ik mag toch wel boos zijn? En toen dacht ik, ja, die jongen heeft eigenlijk ook wel gelijk. Ja. Toen zitten wij als 2 oude mannen tegen ze te zeggen dat ze niet boos mogen zijn. Terwijl ze eigenlijk wel boos mogen zijn. Ze mogen zich toch uiten. Maar volgens mij zeg je ook in het lied iets van, leer ze wat het verschil is tussen. Precies, wat doe je met. Vechten voor je rechten, ja, en wat precies. Het verschil tussen faya doen en vechten voor je rechten. Zolang je dat verschil snapt. Zolang je snapt. Er was een keer een moment met Elvira Sweet. Een heleboel mensen, wat ik nu ga zeggen, gaan ze niet met me eens zijn. But I don't care. Die kwam in Zuidoost. Nadat er iets heftigs was gebeurd. En toen stond er een groep jongens, die stond naar te kijken, die daar elke dag staat. Zij staan elke dag daar. En zij zeiden, en een van die jongens die zei op een bepaalde manier, zei, nooit kom je hier. En nu opeens vind je dat je het recht hebt om hier te komen. Wat onze generatie, de oudere generatie, deed, is die jongen aanspreken op zijn taalgebruik. Dus wij spreken hem aan op het feit dat hij niet zo met een oudere vrouw hoort te praten, want je moet respect hebben. Maar niemand heeft het gehad
over waar de frustratie van die jongen vandaan komt en wat hij eigenlijk probeert te zeggen. Hij was op dat moment niet faya aan het doen. Hij was op dat moment aan het vechten voor zijn rechten. En dat verschil moeten de jongeren weten. Het verschil tussen faya doen en vechten voor je rechten. Maar de oudere generatie moet ook het verschil zien wanneer iemand gewoon een punt probeert te maken, maar misschien niet de tools heeft om zijn punt goed te maken. Ja, dus dat als het punt dan op een verkeerde manier gemaakt wordt, dat het dan meteen wordt het hele van punt de tafel afgeschoven. Terwijl het is super belangrijk wat die jongen daar zegt. Voor ons allemaal. Ja. Nee, Jair, is dit een les die jij kent? Volgens mij, als ik het goed heb, ben je ook wel activistisch voor Extinction Rebellion, of heb ik dat zelf bedacht? Ja, dat was een beetje voor corona. Sinds corona zijn we er allemaal een beetje mee gestopt. Maar ik was daarvoor best wel activistisch. Maar mijn vader heeft me wel altijd gewoon mee, zeg maar, op een positieve manier dingen meegegeven. Het was nooit, zeg maar, je hebt nooit op een agressieve manier of op een boze manier dingen meegegeven. Het zijn altijd wel, zeg maar, als je me iets leert, is het altijd wel op een positieve manier geweest. Ja, het is, ik zeg altijd tegen hem, je mag van mij alles doen, behalve als je het niet weet te beargumenteren. Als je niet kan vertellen waarom je het doet, dan is er waarschijnlijk niet de goede reden om het te doen. Dan kan u nu allemaal gekke dingen doen en dat heel goed beargumenteren. Ja, 100%. Maar hij zei een keer tegen mij, waarom eet jij vlees dan? Toen hij in de Extinction of Rebellion, ik weet het. Ik zeg altijd extension. Wat is het? Extinction Rebellion zat. Toen was hij activistisch. En toen zei hij, waarom eet jij vlees dan? En toen dacht ik, ja, omdat ik het lekker vind. En toen zei hij, oh, dat is een goede reden om iets te doen. Dus nu eet ik geen vlees meer 2 jaar, dankjewel. Alsjeblieft. Dus we leren zo vice versa van elkaar. Yeah. Ik werd een keer door een politieagent gebeld. Oh ja. Met een keer door een politieagent gebeld en die zegt, is J.E. Faria uw zoon? Dacht ik, oh my god. Ja, we hebben hem aangehouden. En toen dacht ik, waarom hebben jullie hem aangehouden? Omdat hij zichzelf, wat had je gedaan? Je had jezelf vastgeketend. Nee, we hadden op de Blauwbrug in Amsterdam hadden we een blokkade gemaakt. tegen de uitstoot, toch? En toen dacht ik, ja, als hij daarvoor wordt aangehouden. Toen zei jij nog, kan je me komen ophalen? Toen zei ik, want ze hadden ze ergens naartoe gebracht. Toen zei ik, hoe gaat dit eruit zien? Als papa je nu met zijn auto komt ophalen met mijn uitlaatgassen. toen zei ik tegen hem, waka. Laten we ook naar jouw nummer gaan luisteren, Jair. Want wat ik wel grappig vond toen je zei van, ik vroeg aan je van, hoe zou je je muziek omschrijven? Toen zei je, dat vragen ze me altijd, maar dat kan ik niet, want het is gewoon mijn eigen ding en zoiets. Ja, het is zeg maar meer dat ik heb nu zeg maar 1 liedje met mijn vader uitgebracht, maar dat is niet echt mijn muzieksmaak. En dan heb ik zeg maar nu 1 liedje zelf uitgebracht. Maar als ik heel eerlijk ben, weet ik niet in wat voor genre ik dat zou plaatsen. En als ik misschien 5 nummers zou hebben, zou ik daar een genre omheen kunnen bouwen. Maar ik zou nu Het hoeft ook niet. Ik zou nu echt niet weten. En ik snap ook heel goed waarom eigenlijk, dus laten we ernaar luisteren. Dat is niet normaal, toch? Ja, het is lijp. Ja, sorry. En dit stuurt hij dan naar ons. Wat vind je ervan? Ja. Vet. Vervelend. Ja, het is echt vervelend, ja.
heel mooi. Ik word ook de hele tijd door mensen gezegd, ja bro, sorry man, misschien moet je zijn manager worden of zo, maar jij hoeft het niet meer te doen nu. Laatste vraag dan. Eigenlijk dezelfde vraag die ik aan Helen stelde. Van wat is er zeg maar veranderd in de muziek? Ja, muziekindustrie wil ik zeggen. Maar dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Ik wil zeggen de muziekwereld. Scene, ja. De muziek scene, zeg maar. Wat zijn dingen waar je vroeger... Of toen jij, vroeger, zo lang geleden is het ook weer niet... Hoe lang jij, waar jij toen je begon, zeg maar... wat misschien nog struggles waren die er nu niet meer zijn? Nou, de struggles zijn the same. Dus eigenlijk hetzelfde antwoord. Struggles zijn the same. Als je bekijkt hoe wij moeten bewegen in de muziekindustrie en de geëikte media, dan zijn de struggles hetzelfde. Alleen heb je nu Spotify. Dat is een lifesaver. Opeens zijn er jongens uit Amsterdam Zuidoost die eigenlijk helemaal die hele geëikte media niet meer nodig hebben. Ik had Frenna aan de telefoon. Want er was een soort cover van de Linda waar hij dan vanaf werd gesneden. En die foto werd wel gemaakt met hem erop. Maar uiteindelijk is hij van die foto afgehaald voor de cover. Vond ik best wel nasty, zeg maar. Ik weet de achtergrond van het verhaal niet. Dus je moet altijd oppassen met je mening. Maar ik was daar toen zo woest over dat ik Frenna had gebeld. Ik zeg, wat is dit? En hij zegt tegen mij, bro... Denk jij dat ik deze mensen nodig heb dan? Ja. Hij zegt, ik heb direct contact met mijn eigen doelgroep. Snap je, er luisteren zoveel mensen naar me en zoveel mensen supporten wat ik doe, dat ik misschien die hele geëikte media niet meer nodig heb. En dat vond ik echt mooi dat hij dat zei. En dat is dat met mijn oude hoofd, denk ik dan, 538 Q Music en dat soort dingen. Maar hij is helemaal niet met radio bezig. En dat vind ik echt een mooie verandering. Net als wat jullie waarschijnlijk ook hebben met Videoland en Netflix. En als het niet op NPO komt of op SBS, vinden we een andere weg om toch die serie gedaan te krijgen. Geen contract, Jair. Nee. Ik vind zelf denk ik ook... dat het dan bij muziek misschien weer makkelijker maakt dan bij theater. Is dat als je gaat kijken naar... alle grote zeg maar, mensen in de muziek en ook nu de mensen die bovenaan staan zeg maar, in de lijsten... zijn er toch wel vaak donkere mensen qua die muziek maken. Maar ook waar alle muziekstijlen vandaan komen, is ook eigenlijk altijd wel, zeg maar... I didn't want to say it. Ja. I didn't want to say it, but it's true though. Ja, dus gewoon trots. Ja. Ja. Dank jullie wel. Ontzettend bedankt, Jair en Glenn Faria. Nog een hard applaus. En daarmee wil ik het dus graag het programma afsluiten. Behalve als er nog echt een hele dringende vraag is... als iemand anders niet kan slapen vannacht. Dat mag. En voor de rest denk ik dat het gewoon heel goed is om je te verdiepen. Ook in de mensen die voor je zijn gegaan. Maakt niet uit in welke professie je hebt. Ik heb me in ieder geval echt heel erg genoten van me meer te verdiepen in deze werelden die mij voor zijn gegaan. Dus dank je wel. Ja.